Zzz, kleine donkere gaatjes. Geen probleem voor mij, Spyro. Ik heb dat slot in no time open. Zzz, zzz. Zzz, zzz. Geef het maar op, Spyro. Jij past echt nooit door die scheur in de muur. Zzz. Zzz. Dus je wilt dat ik me er doorheen wurm en het voor jou doe? Zzz. Zal ik nog eens gaan, Spyro? Zzz. Hier is een draakei. Zijn we nu klaar? Zzz. Zzz. Zal ik nog eens gaan en kijken of ik een lichtsteen kan vinden? Zzz. Zzz. Kijk, een lichtsteen. Ik mag wel wat meer waardering krijgen. Zzz. Zzz. Er ligt helemaal niets meer. Moet ik echt weer naar binnen? Zzz. Zzz. Typisch een klusje voor Spart. Te gek. Zzz. 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 Dus ik moet mijn leven wagen terwijl jij hier buiten op wacht staat? Zzz. Zzz. Zal ik nog eens gaan, Spyro? Zzz, ik heb een draakei gevonden. Vraag me niet hoe ik het eruit heb gekregen. Zzz, zzz. Zal ik nog eens gaan en kijken of ik een lichtsteen kan vinden? Zzz, zzz. Kijk nou, een lichtsteen. Ik ben zo goed. Deze game zou eindelijk Sparks de Libel moeten heten. Zzz, zzz. Zzz, ik heb alles al. Kunnen we niet gewoon verder met onze missie? Jager, ik ben het, Sparks! Het begon allemaal toen we die olifant tegenkwamen. Alleen was het geen olifant. Oh, en hij was helemaal baard. Maar wat als het al te laat is? Spyro stuurde me ook altijd dit soort scheuren in. Zal ik het nu overnemen? Oh, getver. Zal ik nog eens gaan? Alsjeblieft, jager. Ik heb een draakei gevonden. Zal ik nog eens gaan en kijken of ik een lichtsteen kan vinden? Oké, jager. Ik heb die lichtsteen. Er lag daar verder niets meer. Maar ik kan altijd teruggaan om wat te oefenen. Dat is best leuk. Spyro, jij past nooit door die scheur. Weet je, ik vind meestal waardevolle spullen op dit soort plekken. Ik kan je niets weigeren, Spyro. Kon ik het maar. Dus zal ik het nu overnemen? Zal ik het nog eens proberen, Spyro? Alsjeblieft, Spyro. Ik heb een drakenei. Man, wat zijn die dingen zwaar. Zal ik nog eens gaan en kijken of ik een lichtsteen kan vinden? Oké, Spyro, ik heb die lichtsteen. Weet je, het is maar goed dat ik door die spleten pas, anders zou je nooit alle drakeieren en lichtstenen vinden die je nodig hebt. Er lag daar verder niets meer. Maar ja, kan altijd teruggaan om te kijken, als je dat wilt.